En ik heb al heel vaak hier gezegd van hoe trots ik was op jullie, wat jullie hebben laten zien. En als je dan vanmiddag ook weer ziet, met name de tweede helft, wat jullie gegeven hebben. En de blijheid, de gierigheid om meer goals te maken. Het was 4-0, bal uit het net pakken. 5-0 maken, 6-0 maken. Natuurlijk zaten daar persoonlijke dingen aan aangeplakt met de topskilders titel. Nou, ook die halen we binnen. Dus het is een fantastisch seizoen geweest. En ik wil de staf, de directie, maar vooral ook de spelers daar ontzettend voor bedanken. Dat we een seizoen hebben gemaakt als dit jaar. Op een manier denk ik die we allemaal fantastisch vonden om naar te kijken. Maar zeker ook om uit te voeren. Daar hebben we heel veel tijd en energie in gestoken. Maar uiteindelijk is het heel mooi als je dat dan terugziet op de ranglijst. Vaste derde plaats, Europees voetbal veiliggesteld. Topscorers titel, jongens die zich ontwikkeld hebben. Internationals die we erbij hebben gekregen. Ook vandaag weer debutantenbal. Drie jongens die zometeen op het podium mogen om te dansen. Geweldig, geweldig. Ik denk een fantastisch seizoen met elkaar. Ik denk ook onder elkaar dat het, laat ik eerlijk zeggen, heel lang goed gegaan is. Maar de manier hoe wij vandaag dan weer samen zijn met elkaar, dat doet mij misschien nog wel het meest deugd. En er zijn ook al die jongens die niet beschikbaar zijn met blessures bij betrokken. En dit is denk ik waar we met z'n allen voor staan. Dus complimenten voor alles. En we gaan inderdaad, Max, genieten. Mijn vrouw is op de hoogte. En ik zal die jongens een oogje in het zuiden houden. Dankjewel.